Welkom bij het vervolg van Marcus 12. Ik ben toe aan Marcus 12 vers 30. Beschrijving van het grote gebod. Maar ik neem even een klein aanloopje, want om het even te plaatsen. Er is een schriftgeleerde in de menigte die nou eens niet vijandig tegen Jezus doet, maar hem kennelijk met ernstige overwegingen vraagt, wat is het belangrijkste gebod? En Jezus geeft daar ook onmiddellijk antwoord op. En het verrassende van dat antwoord is dat hij niet een rijtje opzomt van je moet deze dingen doen of die dingen doen. Ook niet dat hij zegt je moet gewoon de 10 geboden volgen of de 10 woorden, zoals Israël dat noemt. Maar dat hij start met het Shema. Dat betekent hoor. Hoor Israël, hoor. Dat is de kern van de Joodse, van de Israëlische geloofsbelijdenis. En die behoort elke dag geciteerd te worden. Hoor Israël, hoor. Luister naar Gods stem. Niet naar de stem van de afgoden en hun dienaars. Niet naar de stem van overheersers en regeerders die de verkeerde weg opgaan. Maar luister naar de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die Israël uit het slavenhuis in Egypte geleid heeft naar de vrijheid van het beloofde land. Hoor Israël, hoor. En dan vervolgt Jezus in Marcus 12 vers 30 met: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Heb de Heer uw God lief. Dat is kennelijk de kern van het van de geboden, van de 613 geboden en verboden die Israël kent. Niet een verwijzing dus naar allerlei leefregels, geen verhaal over de offers, geen verhaal over de feestdagen, geen verhaal over dat je dagelijks moet bidden en al dat soort dingen meer, maar heel fundamenteel, liefde tot God, daar gaat het over. Het is het antwoord van het volk Israël op de liefde van God die Israël uitkiest. God heeft Israël als volk uitgekozen om zijn volk te zijn. Hij heeft zijn liefde aan hun gegeven. En als gevolg daarvan mag hij verwachten dat Israël ook haar liefde aan God terug gaat geven. De God die vrijmaakt uit de slavernij en leidt naar het beloofde land en in de vrijheid. Dit is de grondwet van het volk van God. En dat is een onveranderde grondwet. Nu Jezus hem zo citeert, is het ook de grondwet voor alle volgelingen van Jezus overal ter wereld. Heb de Heere God lief. En dan komen er een stel dingen achteraan, een stel bijzinnen, die het uitbreiden en ook daarmee omvangrijk beschrijven. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Jezus zegt met heel uw hart. Dat is de kern van de persoonlijkheid, daar zetelt de wil. Dat is het binnenste van je als mens, wat je ten diepste bent. Met heel je ziel, dat beslaat alles van je bestaan, ook je lijfelijke bestaan, je hele levende wezen. Dat ben je, dat ben je als je je ziel beschrijft. Dus niet iets vaag geestelijks of wat dan ook maar, maar dat ben je in totaliteit. Met heel je verstand. Nou, dat is voor sommigen wel een verrassing, want ik kom wel uit tegen die denken dat als ze in God moeten gaan geloven, dat ze dan hun verstand aan de kant moeten zetten. Nou, geloof dat maar niet. Je hebt je volle verstand nodig, juist als je God goed wil dienen. En je volle verstand wordt ook door God ingezet bij talloze projecten en mogelijkheden. Het verstand is ook van God gegeven. En heel veel prachtige ontwikkelingen die we in deze wereld zien, technische ontwikkelingen ook, zijn het resultaat van het verstand dat God gegeven heeft aan mensen om iets te doen aan het lijden van de wereld, om iets te doen aan de armoede, om iets te doen aan de honger enzovoort. Ook de schriftgeleerden, het is mooi dat die dat nou staat te beluisteren, want hij hoort tot een groep die niet anders doen dan hun volle verstand inzetten om de Bijbelteksten die overgeleverd zijn, om die uit te leggen, aan elkaar te knopen en elkaar uit te laten leggen enzovoort. Hij moet zijn verstand gebruiken en dat doet hij ongetwijfeld ook. Daarvoor en daarom zijn de theologische opleidingen. Daarom worden jonge en soms ook oudere mensen uitgedaagd om Godgeleerden te worden, om te leren van God, om na te denken over wat het woord van God betekent voor deze tijd. Daarom is Bijbelstudie ook belangrijk, voor ieder mens. Met heel uw kracht, zegt Jezus dan, tenslotte, aan het eind. Met je lichamelijke, je fysieke inzet. Dat wordt nog eens even apart benadrukt. Dat het aardig is als je voor de televisie of in levende lijven kijkt naar de westelijke muur van de tempel, van het tempelplein.
de zogenaamde klaagmuur en het plein dat daarvoor is, dat je ook ziet hoe Joden dat doen, hoe Israël dat doet. Die bidt tot God met heel hun kracht. En dat doen ze door te bewegen. Daarom bewegen Joden, orthodoxe Joden, voortdurend hun lijf en leden als ze het 18 gebed bijvoorbeeld opzeggen. Want je moet God ook dienen met heel je kracht, met je handen, met je voeten, met je spieren enzovoort, met wat je in huis hebt, van God hebt gekregen. Geloof in God is geen zwevende filosofie die ergens boven in de hemel rondscharrelt, maar het is iets wat buitengewoon aards is, met beide benen op de grond staat en waar alle kracht, alle mensenkracht voor nodig is. Wat er nou aan opvalt aan deze formulering van Jezus, dat is dat hij 4 begrippen gebruikt. In het oorspronkelijke, in het Hebreeuws, staan 3 begrippen. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Wat Marcus overgeleverd heeft, is in het Grieks. En daar zijn 4 woorden in gebruikt. Maakt Jezus er dan wat bij? Nou, nee, zo is het ook niet. Want er zijn ook Griekse vertalingen van het Oude Testament, de Septuaginta-vertaling bijvoorbeeld, die ook op een paar plekken geciteerd wordt in het Oude Testament alweer. En daar vind je min of meer die 4 begrippen ook alle 4 weer terug. Dus Jezus, ik denk dat hij gewoon voor de zorgvuldigheid en voor de volledigheid de 4 begrippen gebruikt om duidelijk te maken. En het toont ook iets aan. Het laat ook zien dat het niet separaat kan. Van weet je wat, nou ik heb van de Heere God een scherp verstand gekregen. Ik dien hem wel met mijn verstand. Maar mijn lijf staat er buiten. Ja, dat is dus echt onzin. Het maakt duidelijk dat de liefde tot God een compleet begrip is. Alles erop en eraan. Met de hele mens die je bent. Je kunt het niet onderscheiden. Er is nog iets over te zeggen. Namelijk dat over de liefde tot God in het Nieuwe Testament maar heel sporadisch geschreven wordt. In het Johannes Evangelie wel hoor. Maar in de synoptische evangelie, de eerste 3, zijn er maar een stuk of wat teksten die daarover spreken. En bij Paulus zijn er een stuk of 5 die gaan over de mensenliefde voor God. Vrijwel alle andere teksten gaan over de liefde van God voor ons. Het is zijn liefde die voorop gaat. Het is de les die Israël leerde en die wij ook mogen leren. Dat God eerst komt met zijn liefde. En dat hij aan ons zijn liefde kenbaar maakt. En dat wij daar dan op mogen reageren. Dat is een heel indrukwekkend iets, maar ook een heel opluchtend iets. Want dat betekent dat ik niet eerst met alle macht hoef te proberen om God van harte lief te hebben. Zodat hij misschien zich laat vermurwen en verwringen en verdraaien, zodat hij mij ook een beetje lief heeft. Heel veel mensen denken dat. Dat je Gods liefde moet verdienen. Dat is echt een praatje van de duivel zelf. Dat is een leugen van heb ik jou daar. Een vette leugen. Want het is geen liefde die te verdienen valt. Het is een liefde die gegeven wordt. Die vrijheid overmatig en beschikbaar is voor ieder mens die bereid is om daar luisterend vertrouwen aan te geven. God liefhebben met heel je hart, met heel je verstand, met heel je ziel en met heel je kracht. En dat kunnen we omdat God ons eerst lief heeft. Tot zover. Mogelijk tot ziens, in elk geval God zegen toegewenst.